Een jaar of wat geleden, toen kreeg ik het idee. Mijn zolder stond nog leeg, dus ik dacht, wat moet ik ermee? Ik zet hem vol met wiet, ook al mag dat niet. Als ik het goed doe, is er niemand die het ziet. Hey, holder, de bolder, we hebben wiet op zolder. We hebben wiet in huis, het geld ligt in de kluis. Ons geld is bijna op, dus we knippen weer een top. En als die dan gedroogd is, dan brengen we hem naar de shop. Dan kan een stekkie tot de top. Dan kan bij ons de lol hier op. Dan met een week of tien geduld zijn onze zakken weer gevuld. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Dames en heren, het onderzoeksteam Jesper en Jeffrey is vandaag weer de straat op gegaan. Wij hebben de mensen gevraagd wat ze vinden als er in Raalte een coffeeshop komt. Wat vindt u ervan dat gemeente Raalte overweegt om in Raalte een coffeeshop te plaatsen? Niet goed. Nee? Waarom vindt u dat slecht? Nou, ik vind gewoon, dat trekt allemaal weer jeugd. En dat is niet goed, hè? Coffeeshop? Nee, dat vind ik geen goed idee. Nee, bent u op tegen? Ja, ben ik eigenlijk op tegen. Je stimuleert juist de jongeren om daar naartoe te gaan en wiet of iets dergelijks te gebruiken. Coffeeshop is helemaal niet nodig. Ja. Voor drugsgebruik. Moet dat? Nee, vind ik niet, maar wat vindt u ervan? Ik vind het niet nodig. En waarom vindt u het niet nodig? Nou, omdat er al ellende genoeg is, dan gaan ze nog meer slopen en doen. Nee, dat doen ze helemaal niet goed aan hoor. Dat zie je maar aan de ellende in andere steden. Daar krijg je alleen maar ellende van. Lijkt mij tenminste. Nou, die mensen moeten er ook zijn. Waarom niet? Maar aan de andere kant, ja, er moet niet geen overlast natuurlijk bezorgen. Hè, voor de puur of dat is al wat. Maar als je hier ergens een plekje kan vinden waar het kan, dan moet het kunnen. Vind ik hoor. Maar ja, het is een andere mening dus. Ik hou niet van een coffeeshop. Er komt nooit niet zoveel goeds van. Nee, als ze dat maar een beetje reguleren en dan inderdaad niet bij een school of niet bij een beetje apart. Niet in een winkelcentrum, denk ik dat dat ook niet goed verstandig is. Maar verder denk ik niet dat dat echt een probleem is. Nee. Ja, is het bevorderlijk voor de gemeenschap als er zoiets komt? Hè? Want je weet het zelf, als je in de omgeving hoort, het is alleen maar rossig was de trap naar de tijd. Nou, en daar is niemand verlegen om. Oh, ik heb daar helemaal geen gedachte over, want ik heb daar zelf helemaal geen belang bij. En de jongelui zijn inmiddels al lang het huis uit. Dus ik hoef op die manier niet meer op ze te letten. Dus ik heb er geen gedachte over. Ik heb geen probleem mee. Als het maar stabiel blijft. Als het niet uit de klauwen, heb ik geen probleem mee. Maar dan krijg je misschien wel minder illegale praktijken. Nou, misschien trekt het juist wel aan. Dat kan ook nog dat ze verslaafd worden en zelf iets beginnen. Ja, en van buiten, hè. Ja. Nou, zou dat hier in Raalte zijn? Illegaal? Woon in gemeente Raalte in Heino. Ja, ja. Nou ja, ik vind niks. Nee, u bent tegen? Ja, ik ben tegen. Illegale praktijk. Ja, vind ik ook gevaarlijk. Maar ja, er wordt ook al genoeg van opgehold hier. Dus nee, ik vind ergens niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Ze moeten naar school en ze moeten leren. En dacht je dat ze er beter van gingen leren als ze dat gebruiken? Nee, ik denk het niet. Ik ook niet. Ze worden er denk ik alleen maar suffer van. Ze vallen in slaap. Nou, dan staat de leraar ook wat joe maar voor de klas. Nee, dat hoeft voor mij niet. Echt niet. Maar denk je wel. Ik weet wel haar zeker. Dus dan is dat op dat gebied wel beter dat ze niet, misschien minder illegale praktijken krijgt? Juist. Daar gaat het om. Want anders is het niet controleerbaar. Dan zien ze zo ergens anders. Pas alleen is er nog gebeurd. En ik denk dat als op zo'n manier dat ook zo weer gebeurt, dat hier geen coffeeshop komt. Maar ja, God, naar de grote steden gaan, er zijn er genoeg. Dus,
Maar ja, het is beter gecontroleerd als niks. Het lijkt me altijd beter om dingen legaal te doen dan dat je ze zomaar via slinkse wegen te pakken moet krijgen. Ja, ik weet niet, ze thuis in die handel, maar ik ga ervan uit dat als ze dat goed in de gaten houden, de politie goed toezicht houdt, dan moet dat goed gaan. En geef ze 3 of 4 maanden de tijd, lukt het niet, moet de zaak weer sluiten. Tijdelijke vergunning geven, denk ik. Denkt u dat het illegaliteit tegengaat? Ik denk het wel. En dat is nodig? Ja, alles wat in illegaliteit is, daar heb je geen zicht op in ieder geval. En denkt u ook dat de leerprestaties daardoor minder worden? Helemaal. Oh ja. Ik heb zelf al jaren in de psychiatrie gewerkt met drugs, mensen en met alcoholisten. Treurig, meer zeggen. Tuurlijk wel. En wat dacht je? Dus, als ze er niet aan drugs kunnen komen, want het kost hartstikke veel geld. Nou, hoe moeten ze eraan komen? En wat vindt u van de gemeenteraad dat er steeds meer hennepkwekerijen worden ontdekt? Of? Nou, ik denk dat dat op zich goed is. Ja, ik denk dat dat op zich goed is. Maar hoe je het precies moet doen met de legalisering allemaal. Hè? Aan de ene kant een koffieshop en aan de andere kant een hennepkwekerij. Een koffieshop mag niet officieel betrekken van. Dat is een beetje vreemde politiek natuurlijk. Maar ik denk dat wat illegaal is, verboden moet. Ja, waarom niet? Hè? Je bent bezig met ergens een misdaad. Dat ben je zo zeker. Hè? Dus koffieshops van u hoeven niet? Nee, echt niet. En als ik iemand weet die dan een kwekerij hebt, dan zou ik het ook echt niet verschroomen om hem door te geven. De koffieshop is een voor- en achterdeur. En thuis, als die kwekerijen thuis, is allemaal illegaal. Wordt afgetapt, heeft niemand baat bij. Echt niet. Als ze het willen doen, doe het dan via de reguliere handel. Maar niet via... Want via de koffieshop is natuurlijk wel gewoon legaal. Dat is legaal. Als het de voor- en achterdeur allebei pakt, dan vind ik het legaal. Hoe kan ik nou zeggen dat dat mooi is? Nee, niet mooi, maar vindt u dat goed? Of? Nou, mama, ik vind ze gevaar hebben van enkele nut, jongen. Is toch jammer van de tijd? Ja, ik vind het ook, maar... Welk normaal mens is daar nou voor? Ja, weet ik niet. Nou, dat weet ik wel. Mijn leeftijd onderhand moet ik dat wel weten, natuurlijk. Oké, en de laatste tijd zijn er veel meer hennepkwekerijen in Raalte en gemeente Raalte ontdekt. Wat is uw mening daarover? Ik ben blij dat ze ontdekt zijn. Weg met dat spul. Ja, moet helemaal... De jeugd bederft ermee, die is zonde. Over de koffieshops in Raalte. Oh, die ben ik niet bekend. Daar bent u niet bekend, maar ze zijn er nog niet. Ze willen dat ze komen. Wat vindt u daarvan? Niet goed. Nee? Nee. Die jeugd die drinkt al te veel alcohol en al die koffieshops erbij. Ik ben bang, als onze generatie weg is, dat er weinig van de maatschappij, een heel andere maatschappij, maar dat nee, is niet goed. De bolder, we hebben wiet op zolder. We hebben wiet in huis en het geld ligt in de kluis. Ons geld is bijna op, dus we knippen weer.